Toen ik opkeek van ons spelletje, zag ik dat papa naar ons keek van achter het raam. Sinds de winkel in beslag genomen was, bleef hij overdag thuis. Het was net alsof hij papa niet meer was, zonder de winkel. Hij stond zoals ik hem de afgelopen tijd vaak had zien staan. Zijn handen in zijn zakken, zijn gezicht zo triest, zijn schouders rond en smal. Hij keek wel naar ons, maar misschien zag hij ons niet. Zijn ogen waren ver. Ik voelde de angst die om hem heen hing. Ik voelde dat hij verscheurd werd van binnen door de beslissingen die hij moest nemen. Zo erg kon het toch allemaal niet zijn? Zo erg was het toch niet dat we zo weinig nog konden? Hij was zijn winkel kwijt, ja, dat was wel erg, maar die kreeg hij vast wel weer terug. Ze konden iets wat van ons was toch niet zomaar afpakken? Het zou vanzelf wel overgaan. We hadden eigenlijk best weinig last van de Duitsers, niet zoals in de grootste stad. Toch, papa? Soms heb je van die verhalen die heel hard bij je binnenkomen. En dit was een verhaal, ondanks dat het maar heel sumier verteld werd. En achteraf, ik lang nog niet alles wist, dat ik dacht van, oh, hier zou ik me willen verdiepen. Hier zou ik iets over willen schrijven, vooral omdat het ook zo weggezakt was. Terwijl ik het ontzettend de moeite waard vind om te vertellen. En toen ben ik dus op zoek gegaan. Het heeft heel lang geduurd. Ik heb echt 3 jaar lang met tussenpauze research gedaan en mensen benaderd. En ik heb ook heel veel erbij verzonnen, dat zeg ik er ook bij. Het is echt een roman geworden. En ja, hoe ik het altijd formuleer is, ik heb een verzonnen verhaal opgehangen in een raamwerk van feiten. Maar echt de hoofdlijnen, de meeste hoofdlijnen kloppen wel. Zeker als het gaat over de tocht die de familie Frank maakte. En over de aankomsten in de pastorie en alle beslommeringen rondom het onderduiken. Dat is allemaal correct. Alleen de naam heb ik veranderd. Als de Tweede Wereldoorlog begint, hebben de Joodse hartog en Jacoba Frank nog geen flauw vermoeden van wat hen te wachten staat. Wonende in het rustige Linde met pleegdochter Elisabeth en dochter Ellie, wordt het echter al snel duidelijk dat de familie moet onderduiken. In 1942 vertrekken vader, moeder en Elisabeth naar hun eerste onderduikadres. Ellie wordt bij het kindermeisje achtergelaten in de hoop dat niemand aandacht aan haar zal schenken omdat ze nog maar 4 jaar oud is. Helaas blijkt dit niet het geval. Burgemeester Kamp van Linde durft het niet aan om zijn mond te houden over het Joodse meisje en licht de SD in. Ja, ik heb er heel kort even over gedacht of ik heel veel mensen zou interviewen en proberen hun geschiedenis zo correct mogelijk weer te geven. Daarin is dan heel erg weinig ruimte voor je fantasie. Ik schrijf toch graag een beetje vanuit mezelf. En ik heb ook bewust dingen veranderd, ook een stukje persoonsbescherming, omdat de pleegzus van Ellie nog steeds leeft en ook de huishoudster. Leeft nog steeds, waarover ik schrijf in mijn boek. Dus ik dacht, nou, ik verander gewoon alles. De leeftijden, de namen, de plaatsen heb ik veranderd. En ja, als je dat doet, heb je ook meer ruimte voor je eigen fantasie. Toen ik begon met schrijven, wilde ik vooral een interessant verhaal schrijven. Maar naarmate ik ermee bezig ging en naarmate ik er meer over hoorde, en er meer op betrokken raakte, dacht ik, ja, dit is voor mij de kans om Ellie Frank een stem te geven. Een kind uit duizenden wat voor mij een naam heeft gekregen, wat voor mij bijzonder is geworden. En toen op een gegeven moment werd het, ja, met een wat zwaar woord, bijna een missie. En zo voel ik het nog steeds wel. Bij iedere lezing die ik geef, denk ik, ja, ik vertel over haar. Ik kan over haar vertellen. Overal waar ik kom, waar ik uitgenodigd word, vertel ik het verhaal van Ellie Frank. En nou, dat voelt een beetje als, aan de ene kant, ze mag niet vergeten worden. Aan de andere kant ook, wat de pleegzus van Ellie zei. Hou je ogen open, het kan weer gebeuren. Voor veel dorpsbewoners kwam het als een schok dat Ellie meegenomen werd op bevel van de burgemeester. Voor hen kwam de oorlog toen ineens wel heel erg dichtbij. Er woonde een Joodse familie en wij hadden zelf een manufacturenzaak. En die Joodse familie, die hadden ook een manufacturenzaak. Het was eigenlijk een concurrent van ons, maar we konden heel goed met elkaar.
want we hadden ook een... bijvoorbeeld hadden in de oorlogsjaren had je ook punten, zou ik maar zeggen. En dan moest je punten hebben bijvoorbeeld om wol of zoiets. Dan had je wel eens tijdens, zou ik maar zeggen, 20 punten moest hebben, maar dan had je maar 17. En dan gingen wij ze van elkaar lenen. En dat ging altijd heel goed. Mijn zuster woont hier. Dit gewerkt. Met de andere brand. En toen die oorlog uitbrak, zijn die ouders zijn gevlucht. Maar hebben dat kind achtergelaten. Dat eigen kind hoor. Dat meisje hebben ze achtergelaten. Dat mijn dochter, mijn zuster, meegenomen naar ons thuis. Dat meisje, dat was bij ons thuis. Nou, dat leefde gewoon bij ons mee. Ik ging met mijn vader mee achter in de boot in de avond. En te laat hebben ze de politie hier met de burgemeester. Ik geloof van de burgemeester. Maar dat weet ik niet zeker, maar ik was niet thuis. Wat was mooi gebeurd, maar dan heb ik de politie. Maar ze mogen zo worden. Het kind is weg. Dan ben je zeer jammer van hoor. Maar het kind kan er niks aan doen. En dan een kind van 4 jaar te halen. Ik weet het allemaal heel goed dat een kind toe weggebracht is. Hoor. Er stond Linde van op de kop, hoor. Echt. Ze hadden heel niet verwacht dat een kind opgehaald zou worden. Op zo'n dorp zoals wij woonden, dan zat een kind eindelijk veilig, dachten ze. Natuurlijk, als je neemt de gaan als een jodenkind is en ze halen ze op. Was ze naartoe gehad, hè? Dat is in de Noord een beetje mee genoeg. Ja, ik vind het zeer jammer. Ja. Daar kun je wel lang over praten. Ze blijft toch in gedachten zitten.